Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag ga ik bij elke kill mijn aim assist 10% lager doen. Dus het zou betekenen, als ik 10 kills haal, dan heb ik 0% aim assist. Als jullie willen dat ik vaker zo'n challenge video doe, drop dan 2000 likes. Geniet van de video, drop dus die like en dan zeg ik van, geniet ervan. Later. Oké, zoals je in de intro hebt gezien, gaan wij dus het spelen van een solo potje. Maar dan per kill gaat het 10% vanaf. Dus dat zou betekenen, stel we halen 10 kills. 10 keer 10 is natuurlijk 100. 100% is de normale aim assist. En gaat dus 10 keer 10 is 100. Gaat dus 100% vanaf en we hebben 0% aim assist. Dus dat betekent heel veel. Want aim assist is gewoon voor controle, is gewoon de key om te aimen op spelers. En zonder aim assist gaat het gek thuis worden. GG's, we hebben 1 kill. Alleen volgens mij staat de vorige nog. Even kijken, van de vorige game staat nog op 0%. Ik zal even snel checken. Want dan zetten we nu gewoon even lekker naar 90. Maar als het goed is, staat hij nog op 0. Ja, dan zetten we naar 90. Huppatee, 90%. We hebben 1 iemand gekillt. Laten we dat even doen. Groene, hoor, let's go. Ik zie, hoor nu al helikopters en zo. Ach, man. Huppatee, slurfish. Let's go. Kijk die helikopter dan. Man. Dat soort dingen, jongens, is leuk. Alleen, gelukkig ben ik ook blij met dat Fortnite dat niet heeft gedaan. Gelukkig hebben ze die dingen niet in Arena gedaan. Daardoor blijft Arena een beetje de shit. De normal shit. En blijft... Ja, normale solo potjes blijft een beetje... Gewoon echt solo potjes. Ik vind het tof gedaan in Fortnite. Want heel vaak, bijvoorbeeld net zoals die robots en zo, hebben ze gewoon ook in Arena gedaan. Dat doen ze nu niet meer. Dus dat... Is gewoon een dikke pluspunt voor Fortnite. Even kijken, blikpot, let's go. Laten we die even essen. We hebben dus 1 kill, dat betekent dat we op 90% aim assist zitten momenteel. Ik heb helaas niet op 100% gestart, maar... Dat kwam omdat ik het vorige potje al op 0% zat. Dat betekent... Ah, hij gooit die bot. 19 white. Let's go, face 3. Ik speel ook op nieuwe settings set als jullie die willen weten. Ja, dat kun je doen wanneer ik de aim assist omlaag zet, bijvoorbeeld nu. En als ik er een video moet over maken, moet jullie het ook even laten weten in de comments. We gaan dus nu naar 80%. 80% aim assist zitten we nu. Jongens, als we straks op 0% zitten, dat is bizar. Dan heb je ook echt oprecht. Jouw aim gaat letterlijk naar Tokio. Letterlijk. Het is... Ja... Jullie moeten het zelf maar een keer gaan proberen. Dan merken jullie het ook gewoon wat voor verschil het is. En het is ook wel weer mooi dat je het verschil kan merken. Het verschil tussen geen assist en het verschil tussen wel aim assist. Als je dat ziet. Dan moet je gewoon echt trots zijn. Nou, trots niet, maar gewoon echt blij zijn. Dat wij als controlespelers gewoon aim assist hebben. Want zonder aim assist waren we echt, ik denk, allemaal een stukje slechter geweest. Door ons aim. Oké, we zitten nu in Frenzy. En ik hoor een guy. Hij zit ergens onder volgens mij. Blauwe pump, let's go. 160, let's go. Woo! GG's in de chat, man. Ik hou de blauwe pump, denk ik, man. Ik vind het super chill. Hij doet veel damage. Dus, let's do that, man. We hebben teken. 3 kills. Oh. 3 kill. Betekent, jongens, 70%. Oh. Ik hoop echt niet dat we die 10 kills gaan aantikken. Ik hoop echt oprecht niet dat we die 10 kills gaan aantikken. We kunnen wel doorpushen. Vind ik niet erg. Ja, we zouden naar alles kunnen gaan. We zouden naar Agassi kunnen gaan. We zouden naar Pleasant kunnen gaan. Ik denk Pleasant is wel ver weg. Maar we kunnen het proberen. Als gewoon iemand... Niemand nog... Als gewoon niemand ons onder schiet, vind ik het allemaal prima. Alright, let's go, chat. Let's go. We gaan naar Pleasant toe. Vast zijn er vast wel mensen. Tenminste, bijna altijd wel. Oeh, een boot. Ik heb een boot. Een hele splinternieuwe boot. Oké.
Oh nee, wat is dit voor fight? Wat is dit voor fight? Oh my days, we hebben 5 kills. En dat betekent, ik weet niet wat ik hier deed jongens, ik weet oprecht niet wat ik hier deed. We hebben 5 kills en dat betekent dat de aim assist naar 50% kan. Dit gaat echt niet goed komen. Dit gaat niet goed komen. Dit gaat echt niet goed komen. We hebben wel een, hoe heet zo'n ding, zo'n grappler? Kom, je moet iets goeds uitkomen qua shield, qua medkits, iets goed. Nee, nee, nee. Dat geven ze ons niet. Dan hebben we nog een kans. De bus. De bus. Gun ons iets qua heal. We hebben een medkit hier al. En als daar nou een big uitkomt. Dan hebben we een win-win situatie. Een big. Geven ze ons niet. Oké, maar wel heerlijk. 5 kills. In die situatie wat ik dat deed. Ik weet het oprecht niet. Ik zat een beetje te struggelen. Kan gebeuren. Natuurlijk nieuwe settings. Mag ook niet echt een excuus zijn. Maar... doe ik wel. hier kan ook nog een slurp. Zo, we gaan lekker op, boys. Hier kan vaak nog wel soms een slurpfish in zitten. Waar staat het ding ook alweer? Oh ja, hier. Slurpfish. Gebeurt niet. Hé, hey, daar was ik aan het zoeken, jongens. De biggen potten. Dat is ook een guy, merk ik. Kijk, kijk, kijk. Voor ons, voor ons, voor ons. Letterlijk voor ons. Misschien moeten we de grappler even niet gebruiken. De grappler. Zo. Nice, no shield. GG's. Oké, let's go. Dit was niet een heel goede guy. Het was echt gewoon een bout guy. Maar dat maakt niet zo uit, jongens. Dat betekent dat we naar 40%... sorry, naar... ja, 40% zetten. 40% aim assist. Holy shit. Hey chat, als je dit nu ziet, hè. Letterlijk, als ik nu tegen jou praat. Als jij dit kijkt. Achter jouw telefoon, iPad, tablet, weet ik veel. Als jij dit ziet, dan ben je een grote fan. Want dat betekent niet dat je de video doorspoelt. Maar dan kijk je gewoon lekker de video af. Dan ben je gewoon een strijder. Dus als je dit ziet, typ even Hans Klok in de comments. Zo, deze aim. Nice, no shield. Zo, deze aim. GG. Deze hebben we ook. Let's go. 7 kills. En dat betekent... dat de aim assist naar 30% moet. Oh mijn god. 30%. Daar gaan we. Hij is eruit volgens mij. Hij is eruit. Oh my, deze met 1 assist. Zo. Ja. Ik moet niezen. Ik moet niezen. Yo, deze aim assist. Dankjewel, aim assist. Let's go. Een scar. Oh, ik heb al gouden. Paarse pump. Let's go. Het is hier een en al gekhuis, maatjes. Ik hoor niks meer. Ik word gek. Holy shit. We nemen de big pot en we hebben 8 kills. En dat betekent 20%. Ik word helemaal panisch hier. Oh my days. Daar is nog een guy. Let's go, hij is no shield. Hij is 1 AP. Let's go! Oh nee, niet let's go!
Nee, niet! We gaan naar 10%! Zo! Nice, no shield. Let's go! Heerlijk, boys. Mag ik een GG's in de chat, man? Of in de comments, weet ik veel, in de chat. Mag allemaal, jongens. Oh, nee. Nee. Nee, het is 10 kills. Wat doe ik grappig, eigenlijk? Wat doe ik grappig? We gaan naar 0% aim assist. Dit doet pijn, dit doet pijn. Dit doet pijn. Als controlespeler... 0% aim assist hebben, dat doet pijn. Dat doet echt pijn. Oké, we gaan door. Misschien nog een leuke killgame ervan maken. Alleen dat gaat moeilijk worden met 0. Letterlijk 0% aim assist. We gaan het gewoon proberen. We gaan het gewoon proberen, jongens. We gaan het gewoon proberen om te winnen. En als ik win... Nou, jongens, dan wil ik... Dan wil ik letterlijk... Oh, het is daar chaos. De chaos. En deze guy schiet hun. Zo, kijk dit. Kijk dit. 0%. Hij is gekillstield. Geef niks. Geef niks. 0% aim assist, jongens. Is zo wack. Oh my days. Welke is beter dan deze natuurlijk? Oh nee, rocket launcher. Ik heb 0% aim assist. Wat moet ik doen tegen deze guy? Nice. Nice, no shield. Ojo, die aim assist. Ojo. Oh mijn god. Oh mijn god, die aim assist. Die aim assist is next level, ouwe. Oké, we zijn nu low, we zijn nu low. Ik moet er nu echt om denken. Ik ben low. Ik heb geen shield. Ja, ik heb minis. We moeten voor die drop gaan. Ik moet voor die drop gaan. Die drop is ergens rechts. Ik moet die drop hebben, chat. Oh, joh. 11 kills. 0% aim assist. Jullie zagen waar die aim assist heen ging, chat. Dat is niet te doen. Dat is letterlijk niet te doen. Het is volgens mij een free drop. Ik denk oprecht dat dit een free drop is. Oké, okay, netjes, goede aim. Let's go. Let's go, big pot. Voor mensen die denken van, ja maar je moet toch 10% weer omlaag. Jongens, we hebben al 0% aim assist. Dus we kunnen niet meer omlaag dan we nu al zijn, snap jullie? We kunnen nu niet meer omlaag dan jullie al, dan we al zitten. De laatste mensen. We gaan met een launchpad. Waar zit die laatste drie mensen? Er is eentje gekilled. En ik zie dat daar iemand gekilled is. Maar 70 meter ongeveer. Oh my days. Ik zou het echt niet weten. Nog drie mensen alive. Dat is wel een klein beestje. Zit daar iemand in dan? Daar. Heewa. Hij is low.
Oh my god, ik heb hem gekilld met 0% aim assist. Wat? Oh nee. Oh my days! Let's go! 1v1, 13 kills! Het waren niet de beste mensen, ik zeg je heel eerlijk, het was niet de beste lobby, maar... Voor mij, ja, ik heb 0% aim assist, dus dat is gewoon knijten lastig, alleen... We misten hier geen shotgun... Geen shotgun dinges. Bullet. 1v1, jongens! En ik zie hem al! We hebben 13 kills! We moeten aim assisten. Wat zeg ik eigenlijk? Kan niet eens. Oh nee, ik heb snipen volgens mij, of niet? Nee. Ah, ja, 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 karamba! Hoe gaan we dit doen? Oh, yo, yo, yo! Let's go! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Let's go! We hebben gewonnen met geen aim assist meer! Jongens, wil je nog vaker dat ik zo'n challenge doe? Drop dan massaal die like! En als je dus de video hebt uitgekeken... Laat het ook even weten. Bedankt voor het kijken. Thanks voor de support. 2000 likes. Gaan we nog een keer een challenge doen. Zoals deze. Want ik doe het eigenlijk nooit zo'n challenge. Dus 2000 likes voor een nieuwe video. Thanks voor de support. Tot het belletje aan. En ik check jullie later.